We gaan door met de waakzaamheid. Ik ben weer bij de waakzaamheid in Koog aan de Zaan. Een van de 4 panden die nog in de race is voor 1 miljoen euro. De waakzaamheid moet weer net zoals vroeger een herberg worden, compleet met een oude schoorsteen, oftewel een smuiger, midden in het hart van de zaak. Deze blikvanger gaan ze met het werkbudget helemaal van beneden tot boven opbouwen. G! Hey. Henk Jan, hoi. Hoe is het? Helemaal goed. Er is nog niks gebeurd gelukkig. Nee. Nee, dan is het goed. Maar ik zie allemaal heren. Sorry dat ik jullie niet meteen goeiedag zeg. Wie zijn jullie? Gerrit. Mijn compaan. Ik ben Rikus. Rikus. En Barry. Ja. Ik ben Henk Jan. Oké. Okay. Wie gaat wat doen in deze restauratie? Wij zijn timmerman. Ja. Dus wij moeten alles in elkaar zitten. Eerst slopen uiteraard en dan weer in elkaar zitten. En slopen doen jullie met z'n allen? Met z'n tweeën. Ook met z'n tweeën? Ja hoor. Wij doen alles met z'n tweeën. Ja. Wauw. Gerrit, vertel mij toch in alle serieusheid even, waarom is dit het mooiste pand van Nederland? Nou, daar kan ik kort over zijn. 16 zoveel, zo'n historie erachter. Ja, en het gaat ook het mooiste pand van Nederland worden. Als dit gerestaureerd is, is het echt het mooiste pand van Nederland. Henk Jan geeft het officiële startschot. We zijn gestart. Ja, kijk eens, kijk. God, dat is best leuk. We zijn begonnen. Ja, heeft nog iemand nodig? Nou, ja. In de waakzaamheid moeten ze gaan slopen. Ze moeten eerst alle niet-historische onderdelen weghalen. En vervolgens moeten ze bouwhistorisch onderzoek doen om goed te kijken of er nog dingen tevoorschijn komen waarvan we niet weten dat ze er zitten. En de mannen gaan direct van start, want het is een pittige opdracht om in een week te klaren. Heerlijk, om je eigen weer een keer lekker uit te leven nou. Ik heb wel zin in, hè? Even lekker slopen. Maar de mannen moeten opletten dat ze niet te grof aan het werk gaan. Want achter deze muren ligt een rijk verleden. Rieke vindt hier een oude deur en die is nog gehout. Er zit een speciaal schildertechniekje op. Dat je van goedkoop hout duur hout kunt maken. Dan kan je wel een deur zien en de profilering dat het niet een hele oude deur is. Hij is dus echt niet van het begin. Het is wel een oud deurtje, maar niet zo oud dat hij al van 1626 zeg maar in het gebouw zit. Dat kunnen we ook aan de scharnieren zien. Maar het is natuurlijk wel heel leuk om te vinden, omdat je natuurlijk dan wat meer vertelt over de ruimteindeling. Ze vinden ook nog restanten van de belangrijkste kamer van de herberg, de opkamer. In deze kamer kon de waard zich terugtrekken met belangrijke gasten. Dit is een trap geweest. Zo. Een opkamer. We kunnen dus goed zien dat hier vroeger een kelder gezeten, een opkamer, daarboven. Hier kun je nog mooi het niveau zien, dat op dit niveau de vloer heb gezeten. En daarboven had je dus een opkamer. Dus waar we nu staan, staan we eigenlijk in de kelder. En de bovenkant nog aan en dan ging het via daar, dat kunnen we ook heel mooi zien. Dan zien we nog een trapboom, dus via de opkamer ging je zo naar boven. Ja. En dit raam dat je hier ziet, dat was gewoon puur voor het daglicht in de kelder. En hier zit er dus nog een verstopt. Zie je? In de waakzaamheid komt de jury zo langs. Hebben G en zijn mannen niets over het hoofd gezien tijdens het slopen en hebben zij de deadline gehaald? De mannen zetten alles op alles om de klus op tijd af te krijgen. Maar er is nog een berg werk te verzetten. Er wordt nu een begin gemaakt met het openhalen van de vloer. Hier moet de toekomstige schoorsteen komen. En wederom stuiten ze op belangrijk historisch materiaal. We lossen stenen eruit halen en dan gaan we kijken of we wat scherven kunnen vinden. En als je hier op de grond kijkt, dan zie je al een klein stukje leggen. Ja, dit is een mooie. Jongens, kijk. Dit is duidelijk, hè? Ja, jongens. De brokstukken worden groter. Dat is heel leuk. Frans Lely, 9G, hè? Ja. Nou, de tegeltje wat ik dus nu gevonden heb, dat is een heel leuk tegeltje. Ten eerste is hij nog heel groot. Dus vrijwel bijna intact. Dat is al bijzonder, dat je zo'n groot stuk vindt. En aan de vorm van de tegel kan je zien dat hij dus ook echt rond 1650 toegepast werd. Dus het is echt een heel oud tegeltje. Het is een schatgraan. Echt waar, geloof me. Maar hebben de mannen van de waakzaamheid ook een schat in handen? Is deze bouwval 1 miljoen waard? Kan straks heel Nederland deze herberg bewonderen? Alles hangt af van het kritische oordeel van de jury. Bertram en Karel zijn nog niet binnen of ze hebben al een punt van kritiek. Het klusteam heeft belangrijke historische cijfers over het hoofd gezien. Kijk, heb je dit gezien? Dit heb je waarschijnlijk nog niet gezien, hè? 7, 8, 9, 10, 11, 12, wat is dit? Geen hier staan idee, ja. Romeinse cijfertjes. Ja. Wat was dit? Ja, geen idee. Dat moeten we eens even uitzoeken. Ja.
Maar als je die nog niet gezien had, dan vraag ik me af, zijn er nog andere dingen die wel gesloopt zijn, die je misschien ook nog niet gezien had? Nee. Op het moment dat we in het oude keldertje, dat we daar allerlei Romeinse cijfers vinden, dan is Karel degene die dat ontdekt. En dan, ja, dan zijn ze daar wel heel blij mee. Dan vraag ik me een beetje af, ja, wat is er nog meer wat nog niet ontdekt is en wat wel ontdekt zou kunnen worden? Jurylid Karel is wel in zijn element met de gevonden tegels. Kijk eens eventjes. 17e eeuws? Ja. Dit is een kwadraat tegel. Nou, je ziet de dikte van de tegel. Dit zijn de dikste soorten tegels, zijn de oudste. Ja. Dus dit is 17e eeuw. Een kwadraat tegel. Het zit in een kwadraat, in een vierkant. En er zit een tulp in. Nou, Hollandse kan het niet, hè? Mooi, hè? Prachtig. Ze hebben heel veel interessante dingen gevonden. Het is heel raar dat we zelf natuurlijk ook nog wat ontdekten. Dus ze hebben niet heel goed gekeken in alle gevallen. Maar ze zijn super enthousiast. De jury heeft alle panden gezien. Tijd om de uitslag bekend te maken in de Westergasfabriek. De kandidaten hebben goede hoop. We verwachten dat we door zijn. Omdat we ze een mooi pand gaan maken. Maar in het totaal is het wel een interessant pand. Ik vond het tegenvallen dat ze bij de waakzaamheid nog niet voldoende kennis hebben van het gebouw. Ze komen wel dingen tegen, maar ze hebben ook wat dingetjes over het hoofd gezien. Nou, het is moeilijk om nu te beoordelen wie de grootste concurrent is. Want wij hebben eigenlijk natuurlijk nog niet de panden zelf gezien. Alleen van foto en van de indrukken. Ik vind het een hele moeilijke keuze nu. We zijn natuurlijk van 16 naar 8 naar 4 panden gegaan. Ze zijn nu allemaal net begonnen met klussen. Ja, eigenlijk zou ik ze ook wel allemaal wat beter willen leren kennen. Als eerste wil ik boerderij Het Gagelgat uit Soest naar voren hebben. Jullie zijn bezig met het maken van de nieuwe stallen. Het is echter één minpuntje. Het dak is zo lek als een mandje. Het dak was nog een beetje... Een beetje moet verholpen worden, maar... Gele kaarsjes. Algemeen, nee. Ja, daarvoor moet ik niet. Ja, daar moeten ze echt... Daar moeten ze ook deze week wat aan doen, want anders kunnen ze gewoon niet gaan bouwen. Ondanks dat klussen jullie gewoon door. De jury vindt dat onbegrijpelijk. De verborgen schat... Van Den Bosch. Lipant is uniek in zijn soort. Maar daarmee alleen gaan jullie het niet redden. Want de jury maakt zich zorgen. Vooral over het werktempo. Maar we mogen wel verwachten dat volgende week het plafond klaar is. Dat het klaar met schilderen is. Nou, dat hangt ook een beetje van die restauratieschilder af. Hè? Van als het helemaal droog is inderdaad. Hij kan wel, Volgens mij hangt het ook een beetje van jullie af. De waakzaamheid in Koog aan de Zaan. Een pand dat ernstig in verval is. Jullie gedrevenheid om er iets toonbaars van te maken is enorm groot. Maar de jury heeft ook wat kritiekpunten. In het historisch onderzoek hebben jullie de Romeinse cijfers op de muur over het hoofd gezien. Waarschijnlijk hebben we het nog gezien, hè? 7, 8, 9, 10, 11, 12, wat is dit? Maar als je die nog niet gezien had, dan vraag ik me af, zijn er nog andere dingen die wel gesloopt zijn die je misschien ook nog niet gezien had? Nee. Maar daarin is de jury... bijzonder teleurgesteld. Voor nu laat ik het daar even bij. Jullie mogen teruggaan in de rij. Er is naar de Rederhof al 70 jaar niet meer omgekeken. De jury is onder de indruk van jullie passie en wil om hier iets van te maken. Maar de jury heeft ook wat kritiekpunten. De pilaar had helemaal ontmanteld moeten worden en dat is niet gelukt. De pilasters, Karsten, hoe is het daarmee? Want... Ja, daar zijn we vanochtend aan begonnen. Als je nou iets later komt, dan zijn ze klaar. Ja, oké. Dus, nou, maar we zijn er nu wel, het is niet klaar. Hè? Willen jullie allemaal bij deze mensen komen staan van de Rederhof? Wie, al wie, mag er blijven? En wie moet er naar huis, Henk-Jan? De jury is het over één ding eens... Ondanks de kritiekpunten blijft de voltallige jury bijzonder nieuwsgierig naar de voortgang van jullie alle vier. Dat betekent dat jullie allemaal door zijn naar de volgende ronde. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! We dansen erbij. Dat is toch geweldig over de kijk. Vrees het ergste dat de pilaar niet klaar was. Maar hij was s'avonds wel klaar hoor. Ze kwamen een beetje te vroeg. Ja, ik ben ook blij, tuurlijk. Fantastisch, toch? Van het dak, dat was terecht, dat is lek. En dat moet verholpen worden. Het is nu het meest bijzondere pand en het gaat het mooiste worden. Iedereen is nu natuurlijk hartstikke blij. Ze zijn alle vier door, maar ze moeten wel echt wat beter hun best gaan doen. Want ik kan wel vertellen dat we volgende week minder coulant zullen zijn.